Wanneer je tijdens de cure-studie bent ingelood voor de cognitieve gedragstherapie, is wandelen één van de huiswerkopdrachten. Zelf heb ik deze zogenaamde CGT gevolgd en mede hierdoor ben ik in staat om flinke stukken te wandelen en zelfs te joggen. Stefan Keimel gaat ons in het Radboud UMC meer vertellen over de cure-studie, waaraan 156 patiënten hebben deelgenomen, waaronder ik zelf. Een tijdje geleden zat ik hier ook, toen als patiënt, om deel te nemen aan de cure-studie. Cognitieve gedragstherapie gedaan. Ik weet wat de cure-studie inhoudt, maar kunt u het kort uitleggen? Binnen de cure-studie onderzoeken we het effect van behandeling van acuut koortsvermoeidheidssyndroom, oftewel QVS. Nou, er is op dit moment, of de afgelopen jaren, is er veel bekend geworden over QVS, maar er zijn nog belangrijke vraagstukken waarop geen antwoord is op dit moment. Van de belangrijkste vraagstukken, met name voor patiënten, is natuurlijk of QVS ook effectief behandeld kan worden. En dat is de reden om dit onderzoek op te starten. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is de effectiviteit bepalen van zowel cognitieve gedragstherapie als langdurig antibioticum, oftewel doxycycline. En dan gaat het met name om het effect in het verminderen van de vermoeidheidsklachten van QVS-patiënten. Nou, en beide behandelingen zullen worden vergeleken met een placebo-behandeling. En het antibioticum wat we gebruiken, doxycycline, is het meest effectieve antibioticum tegen de Q-koortsbacterie. Nou, het onderzoek bestaat grofweg uit drie fases. We hebben een startfase, een behandelfase en een afsluitende fase. Nou, in de startfase proberen we op een hele uitgebreide manier de vermoeidheid en de gerelateerde beperkingen in kaart te brengen. Op het moment dat we een hele meting hebben verricht en al die waarden bekend zijn, dan worden deelnemers ingelood in tussen drie behandelingen. Waaronder cognitieve gedragstherapie en studiemedicatie. En studiemedicatie, dat bestaat eigenlijk uit doxycycline, het antibioticum, of een placebo-behandeling. De afsluitende fase, daarin verrichten we weer dezelfde metingen als in de startfase, waarmee we zowel de metingen voor een behandeling als na een behandeling hebben en die goed met elkaar kunnen vergelijken. Stefan Keimel legde eerder uit wat de cure-studie precies inhoudt. Jullie hebben hem samen gedaan. Wat zijn nou precies de resultaten van de studie? Ja, in de cure-studie hebben we dus inderdaad gekeken naar de effecten van een behandeling met doxycycline en de effecten van cognitieve gedragstherapie, allebei in vergelijking met een placebo-behandeling. En uit de studie is gebleken dat doxycycline geen beter effect had dan een behandeling met placebo en dat dat voor cognitieve gedragstherapie wel het geval was. Dat gaf een vermindering van de vermoeidheid bij de patiënten die deze behandeling ondergaan hebben. Betekent dit dat alle patiënten die hebben deelgenomen aan de cognitieve gedragstherapie, dat die hersteld zijn? Nou, een deel van de patiënten is hersteld na de cognitieve gedragstherapie. Maar voor een deel is dat ook niet zo. En een ander deel die heeft wel een duidelijke verbetering behaald. Dus een afname in de ernst van de vermoeidheid, maar niet een volledig herstel. En wat betekent dit uiteindelijk voor de patiënt? Nou, dat betekent dat er voor patiënten een behandeling mogelijk is in de zin van cognitieve gedragstherapie die bij veel patiënten effect kan hebben. De studie heeft ook wel laten zien dat die niet bij iedereen effectief is. En wat de studie ook heeft opgeleverd is dat een behandeling met antibiotica niet zinvol is. En daarmee kunnen we voorkomen dat mensen onnodig antibiotica krijgen toegediend. Zeker omdat we ook gezien hebben in onze studie dat het wel degelijk veel meer bijwerkingen gaf dan bijvoorbeeld een behandeling met placebo of cognitieve gedragstherapie.